synthesizer pop, zoiets. Simpele synthesizer pop, zou ik het noemen. Ja, zoiets. Ah, ik vind het moeilijk, ja. Zo, ja, dat zou ik denken, synthesizer pop. Ja, muziek maken, dat is eigenlijk één drumcomputer en vier keyboards. Inspelen op het keyboard en dan spelen totdat je een goed stukje hebt van één maat. Die knippen en plakken en kopiëren, gewoon copy-paste. En dat is het enige wat ik doe. En dat werkt gewoon in zijn voordeel, dat je gewoon heel snel werkt en als je hem voelt kan je gewoon, en anders pleur je hem gewoon de prullenbak in, want dan heeft het gewoon niet gewerkt. Dus het allemaal het liefst zo snel mogelijk, want ik heb ook gewoon een korte spanningsboog zelf. Ik hou ook van die foutjes. Als ik een loop heb die net niet helemaal lekker loopt, dan fuck it, weet je wel, doe dan maar gewoon. Op mijn 17 heb ik vrienden leren kennen waarmee ik ging hangen. En dat deden we altijd in een studio van een maat. En dan gingen we dan ook jammen. En daar ben ik toevallig dan een beetje gaan drummen. En toen dacht ik van, ik ga gewoon drummen. Maar ik wilde eigenlijk meer dan dat. Het was ook één bij één bandje, hadden we ook na een tijdje een drumwissel. Dan ging een maat van mij die deed zang, die ging achter drumstel. En dan kon ik één liedje lang het publiek in en dan kon ik iets anders doen. En dat vond ik dan heel vet. Want in één keer hoef je niet meer met allemaal andere mensen afspreken van, wat ga ik doen? Ik kon in één keer gewoon last met het liedje skippen. Tijdens een show kan ik liedje skippen en niemand heeft dat toch door. En ik kan gewoon in één keer de set veranderen. Je kan alles gewoon zelf bepalen. Dus je hoeft niet meer rekening te houden. Je hoeft geen concessies te plegen. Dus dat is perfect. Als je in het begin op het podium staat, je probeert er zo snel mogelijk gewoon vet van te maken. Maar je hebt altijd een soort van zenuwen. En die zet ik bij mij heel snel om en heel druk gaan doen. Dus dat is ook een beetje waarom ik altijd zoveel spring. De belangrijkste voorbereiding is gewoon goed uitgeslapen zijn en zo. Ik had een tijd geleden een show, daar had ik niet geslapen de show ervoor. En toen ging hij echt zo slecht. Dat is een beetje voorbereiding, zeg maar. Slapen en eten, maar niks anders.